Wanneer is deze rage begonnen voor jou, als ik het zo mag zeggen? Sinds ik de Roger heb leren kennen op een festival. Die had er al over de 100 en dat sprak mij echt aan. En ik vond festivals ook leuk, dus ik ben dat ook beginnen doen. Het eerste tandje, wanneer is dat er gekomen? Goh, dat is de City Flow Festival 2014. Dus nu over de 100, word je er veel op aangesproken? Goh, als ik op de Meir of zo wandel, komt het wel vaak voor dat mensen naar mij komen van een foto of beginnen te praten met mij van, oh, komt dat? En, maar ik ben het ondertussen wel gewoon geworden. In het begin was dat wel raar, maar ik vind het wel gewoon nu. Het heeft ook veel nadelen. Zoals? Krampen in mijn armen soms, douchen, dat blijft 5 uur net. Bewegen, ik kan niet aan mijn schouders. Dat is allemaal nadelen. En is het dan nog waard om ze bij te houden? Ja, zeker. Ik moet ook goed douchen, ik moet dat goed wassen, want anders begint dat inderdaad te stinken en dat wil ik ook niet. Dus ik heb er wel veel werk aan. Ja, één voordeel denk je dan, je hebt geen zonnebrand nodig. Nee, totaal niet. Nee, ik heb het ook in de winter altijd, ik kan in mijn t-shirt buiten komen terwijl dat iedereen in zijn trui loopt. Dat is kleurverschil. Dat wordt even een overgangsperiode dan. Ja, dus ik durf ze eigenlijk niet echt dat doen.